Draai je eruit. Gaan we het gewoon doen? Nee, ja, Joost trouwens ook. Ja, Joost, nee, nou, nee, Rob, niet zo doen. Niet. Die opmerking kon echt niet. Nee. Wat zei die? We gaan het echt doen. En nee, luister. Nu al iemand dood? Ik zei dus van Ron voelt gewoon aan zijn boshart aan wie de imposter is. Dat maakt het niet beter. Ja, de tweede keer is hij nog beter. Ja, precies. We moeten even uitleggen, weet je wel. Als je een grap uitlegt, dan wordt hij alleen maar beter. Leg hem uit. Graf die. Nou, het is zo grappig, omdat, weet je wel, zijn naam... Weet je hoe hij zijn achternaam schrijft, Ryan? Hiervoor wil ik je eruit stemmen, Ryan. Met van die letters of zo, weet je wel. Oké, wacht even. Ryan. Oké, typ de achternaam van Ron in de chat rechtsbovenin. Doe het even. Wacht even. En niet van het leger de zeils, hè? Kunnen we gewoon vote ook anders? Nee. Of? Zo. Is dat goed, Ron? Oké, precies. Stem mij er maar uit. Oh, nee. Moet voor jou eruit stemmen? Nee, joh. Oh, nou nee. Arme Ryan. Ryan, jij mag een bal pakken in het hiernamaals. Nou, Ron Booshaard, ik hoop dat je trots op jezelf bent. Heerlijk, wegbeetje. Hij zit weer te eten. Helemaal, je hebt water. Oh, dit is te grappig. Hey! Hallo. Hallo. Zijn hier nog mensen? Okay. Hallo, Erwin. De naam is Erwin Dimmerdom van Dog Dimmerdom. Dimmerdom Dimmerdom. Hey, Joost. Zo dubbel killen. Om wie? Hey, jongens. Hey, Ron. Hey, Ron, leuk dat je hier komt. Hij heeft ons toch een kut moeten killen. Kom. Gaan we voor Ron? Ja, we moeten hem killen. Hij weet te veel. Hey, Ron. Loop even met ons mee naar het kamertje hier beneden. Kom maar even hier. Ron, kom maar even. Blijf maar even stilstaan. Joost moet iets vragen. Het is een interview voor PopTV. Ron, Ronald, kom jij ook maar even mee. Oh, het wordt nou wel heel druk. Wat? Waarom moet ik erbij? Nee, laat maar zitten. Er zijn te veel ogen. Ja, hé, het licht gaat uit. Wat raar. Joost! Kijk. Ren. Joost! Ren. Hij weet te veel. Ja. Hij wist te veel. Jonna, hey! Hey! Ik heb je. Oh. Ben ik dood? Ben ik dood? Nee, ik ben niet. Helaas niet. Ik leef nog. Oké. Okay. Ja, Joost en Rudy waren al heel erg bij elkaar, Joost. Wacht, Rudy, dit is mijn mening. Hoeft niet altijd met naar me te luisteren. Waarom klink je zo muffeld? Horen jullie het ook? Ben ik muff? Hey. Ja, ik ben muff. Je bent sowieso muff. Joost en Rudy. Wel, wacht, mijn mic. Elke keer bij elkaar. Ik ga gewoon volledig op Ron af. Hij had de vorige game wel goed, dat moet ik hem meegeven. Ja, ja. Dus ik ga op Rudy. Oké. Ja, jongens, allemaal op Rudy. Heb je nog laatste gedicht? Wat een lelijk gezicht. Hé, hey, Rudy, trouwens. Wacht, Rudy. Ron, ik ben een mooie jongen. Ja. Nou, dan vallen we te discussiëren, Rudy. Wegwezen met die Rudy. Nee. Rudy, mag ik wat vragen? Ja, je weet wat het is. Oké, dan is het goed. Ik vroeg me al af waarom je zo raar klonk. Nee, Joost, nee. Gewoon skip. Oké, ik skip wel. Skip, dank iedereen voor het skippen. Hey, graag gedaan, man. Ik heb geskipt. Ik heb mijn mic fixen. Hopla. Hij gaat even zijn mic fixen. Voor de mensen die dus niet doorhadden wat er gebeurde. Nee. Oh, ik mag het niet uitleggen. Oké, laat me zitten dan. Rudy zat dus in de vent en daarom klonk hij zo raar. En hij klonk echt zo van... Oh, ik ben Rudy. Ik ben geen imposter hoor. Oh nee. Arme Rudy. Hallo, ik ben mechaniekman Joost. Ik kom het licht fixen. Hallo. Erwin Dimmerdom van Darksdale Dimmerdom. Ik vind je hoed wel klein voor Darksdale Dimmerdom, Erwin. Ik heb één hoed. Ja, dat is wel jammer. Junior Darksdale Dimmerdom. Ja, dat snap ik. Oké, ik ga. Gaan we naartoe? Ja, naar rechts. Waar is Ron? Hij moet dood. Jezus. Nee, dat was heel heftig. Sorry. Hij weet te veel. Hebben jullie toevallig... Ja, wanneer heb jij gedownload? Hebben jullie toevallig de heer Boshaard gezien? Nee. Boshaard ken ik wel. Boshaard. Een security misschien. Dan ga ik even kijken. Oh, Boshaard. Ron. Hey, Shanna. Ron. Waar zit je? Waar ben je? Ah, daar ben je. Hey, Ron. Goed dat ik je eindelijk tegenkom. Joost, hoe is het? Ja, heel goed, Ron. Heel goed. Dus, hoe is het met jou? Ik viel beneden. Oh. Ja, dat is Joost. Wat, waarom? Ja, het is Joost.
Ik heb het op de camera's gezien. Dat kan niet, want ik stond niet in Campfishing toen ik Ron zijn nek omdraaide. Heeft hij nadrukkelijk op gelet, heeft hij daar? Daar heb ik uiteraard op gelet als ervaren Among Us speler. Dat is waar, maar... Maar van de IQ komt hij. Ik heb je wel naar boven zien lopen naar Weapons met Ron. Dat klopt, en daar heb ik toen Weapons gedaan en toen ben ik via de vent naar Navigation gegaan. Want dat is extra snel. Dat is heel snel, toch? Toch? Nou, een stuk sneller dan lopen. Maar goed, hebben jullie wat verdachts gezien? Want dat van mij was echt duidelijk niks. Nee, dat klopt. Kenzie, jij hebt gebuttend. Waar lag de body? Vreemd genoeg bij Weapons. Nou. Dat had niemand verwacht, denk ik. Top. Ja, nee, dat is bizar. Ik wil niet... Hey, jongens, dit is misschien een beetje een wilde gok, maar zou het misschien een self-report kunnen zijn van Kenzie? Nee. Hij is wel niet te vertrouwen. Volgens mij heeft hij het upload gedaan, maar geen download. Dus, In de naam van de overleden koning Ron Bosthart. Poststart, ja. Verklaar ik u tot de ruimte. Maar dimstil dimmedoom. Oké, ik zei het verkeerd. Ik ga er wel van uit. Oh, dat is... Het was gezellig. Joost. Even goed inademen, Joost. Daar gaat-ie, hè. Veel plezier in de ruimte, alsjeblieft. In chat. Ja. Lekker. Nou, Joost, lekker potje. Ja, dat was mooi. Hey Ron, vond je onze grapjes leuk? Ik heb erop gelachen. Ja, dat is goed. Hoe noem je jou met de pukkel? Ja, zeg hey, Ron. Hey. Ron Bosvrat. Bosvrat. Nou ja, zeg. Ik ga er vandoor. Ik vind het heel lullig, maar Ronald zit achter Ron aan te lopen en alleen maar irritante grapjes te vertellen. Hij noemde hem net Ron Bosvrat. Joost, kom even hier. Ja. Dat is terecht. Hij is veel te saai. Hij pikte jou en mij dan meteen uit. Ja, dat was echt... Het had het te snel door. Hij weet nu wel mijn naam. Hij noemt me niemand die ene. Nee, dat klopt. Oh, ik hoorde trouwens Ron heel hard schreeuwen van de andere kamer. Volgens mij is hij dood. Laten we even kijken. Ik hoor hem schreeuwen. Ron! Hij leeft nog! Sjan, ik dacht dat je me neer schenkt, hè? Nee joh, niks aan de hand. We hoorden Ron heel hard schreeuwen. Dus ik denk misschien is hij dood. Nee. Ja, ik was bij Ronald. En die zag ik zo iemand vermoorden. Gek. Oh ja. Ja, nu is het Ronald. Ronald? Nee. Ik denk dat het in dit geval overduidelijk Shanna Nina is. Wat? Hoe dan? Nou ja, Shanna was het wel extra aan het aandikken. Oh, dus ze zei dat ze graag iemand wil neersteken. Oké, ik heb Siri en Ryan achtergelaten in storage. Toen ben ik Electrical gaan doen. Toen kwam Siri daarna weer Electrical in. Dan is het Siri. Ik liep letterlijk met jou mee Electrical in, Shanna. Dat kan. Ja, nee. Weet je nog, 300 geleden, toen was Joost aan het ego strelen. Dat klopt. Jongens, geloof me nou. Het is Ronald. Laten we die even meteen uit. Ik vind wel, Ron heeft het wel tot nu toe altijd goed. Hij is wel op een winning streak. Ga je nou geloven op zijn woorden? Ik ben er net over saus uitgestemd. Ik moet wel zeggen, Ron is er twee keer door Ron uitgegaan. Ik vind het wel een beetje lullig voor hem. Ik heb er echt geen zin in om nog een keer. Ron! Kom maar, eruit, Ronald. Ik denk dat het Siri is. Nee, ik denk dat het niet Shanna is die mij onder de bus gooit. Ik wil wel nog even... Ik doe skip fout. Ja, ik skip fout ook. Ik wil even Erwin sussen, jongens. Klopt. Oh. Okay. Want Oka en ik die stonden de hele tijd voor de camera te wachten tot we elkaar konden neerschenken. En Erwin ging niet naar camera, dus vind ik sus. Dat is wel sus. Ja, het is overduidelijk serieus. Ja, ik vind het ook heel sus. Ik stem op Erwin. Stikker in, jongens. De stemmen zijn verdeeld. Stikker bijna echt in. De stemmen zijn verdeeld. Jullie mogen in ieder geval slikken. Ja, ik vraag me af wie nou op Ronald gestemd heeft. Wie heeft er op Ronald gestemd? Dat is wel heel raar. Ron? Hey Jones, hey, what up? Ik ga hem killen of niet? Nee. Ik doe gewoon even mijn desk hierachter. Piep, 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 piep. Oké, ik heb... Ik hoor iemand echt gewoon opzettelijk piepen hierboven. Heel goed. Wat een gezanik allemaal. Dit zijn mijn wires, Rudy. Oké, probeer het even kijken of die niet... Rudy, we hebben nu precies dezelfde volgorde wires. Zijn we dan al bij crewmates? Als je hier staat, sta je niet op cambeeld. Is dat zo? Dan kan ik je shanken. Oh, geen stekje of niet. Of was dat hier? Nee, dat zie je precies niet. Ik vind het wel een beetje een risky space. Ik loop even weg, dan kun je... Wacht, blijf even daar staan, ik ga testen. Check ze even. Ja, je bent niet te zien, Rudy. Ben ik te zien, Joost? Nee, je was niet te zien. Nee, dus kill me maar, Siri. Ik kan je niet killen. Ja, maar ik sta er toch ook bij? Tuurlijk kan ze niet killen. Dan zie ik het. Ik ga wel hier staan. Oké, doe het, Siri. Nee, niet mij. Oké, wacht. Ron, je was altijd bij me. Oh, nou oké. Goed. Hé, nou is het. Oh, Kenzie is Die Ronald, dat lijkt wel de Shining. Het is verschrikkelijk. Hier is Ronald. Hier is Ronnie. Ron, ik heb je net letterlijk uitgelegd hoe je een body moet reporten. Ja. Die had je toen al vermoord, gek.
Ja, jongens. We zijn Ronald, daar niet eens geweest! Ronald, wat schandalig. Ja, je hoeft me niet te geloven natuurlijk. Dit doet hij nou altijd, hè, Ronald? Hij probeert elke keer de hele boel te vermoorden. Nou, dat begrijp ik. Wat heb je voor me? Maar toch, nou, Siri kwam helemaal nooit rechter inlopen. Jawel. Wel uit. Pardon? Nee. Jawel. Jawel. Nee. Ik kwam van niet beneden. Ik was van Electrical met Joost naar boven gelopen. Ik heb Siri maar aan het knuffelen. Ik zou het heel leuk vinden dat jullie allemaal op Ronald gaan zitten, want die zit de hele tijd achter me aan. Ik vind het heel vervelend. Ik bescherm je. Ja, bescherm. Het lichaam lag trouwens in Electrical. Oké. Okay. Net vandaan. En Okke was erbij dat ik zei... Zei Ron nou precies, daar kom ik net vandaan? Hoorde ik dat nou goed? Ja, omdat zei... Nee, maar, je moet je body reporten! Ja, Ron reporten niet. Hij reporten niet! Ik bleef nog bij het lichaam staan en ik wacht wel even tot Ron hem gaat reporten, maar hij deed het niet. Nee. Maar wie was er als eerste dan? Wij kwamen van storage. Van storage. Dat is rechts. Ja, Ron en Ronald waren al toen ik daarheen liep. Ja, wij kwamen van storage. Tweede keer, jongens, ik kan zeggen, tweede keer. Haal die man bij me weg! Okay, Ronald, misschien is het beter voor je leven om volgende ronde niet rond te stalken. Oké, ik zal niet rondstalken. Okay. Ja, dan ga je er alsnog uit. Maar... Nee, dat staat zo goed. Heel goed. Daar maar jij kwam als laatste dus, Erwin. Ik sta bij de knop. Ik heb skip trouwens. Ik ga ook lekker skippen. Maar ik wil even zeggen, met wie waren we bij camps allemaal? Ik was Joost, Siri, ik als laatste dan. Ja. Oké. Ik denk dat Shanna, Aaron of Siri dat aan in post tussen. Nou, ja, Ron heeft iemand over weten te halen om op Ronald te stemmen. Ik vertrouw Rudy wel, we hadden dezelfde wires volgorde. Oké, Ronald, ga nou niet achter Ron aan. Laat die man nou met rust. Oké, ik heb nu... Hij wil je er alleen maar uit hebben, Ronald. Dat is nog niet leuk. Weer pijn, die Ronald. Jongens, als ik zo dood ben, of als Aaron zo dood is, die heeft mij gecleared. Oké. Gaan we doen, Ronald. Naar Ron toe, kom. Hey Ron. Hey jongens. Hey, alles goed. Het is wel een beetje donker, hè, Ron. Schrikkelijk. Zie je het een beetje, Ron? Kan je het zien? Ook? Ik zie bijna niks, Ron. Zie jij wat? Ga weg! Hoezo, Ron? Ik ben al de hele tijd bij je. Ik probeer hem weg te halen, maar hij wil gewoon niet weg. Hey, dat is wel echt zonde. Oh, maar goed, ben jij imposter? Nee, ik ben geen imposter. Oké, ik ook niet. Ik ga mijn task hier aan de rechterkant even doen. Oké, ik blijf wel even hier dan. Ga je mee? Ja, ik heb hem hier net al gedaan. Oké, wacht. Even wachten tot iemand op camps gaat, dan kan ik een beetje... Dat is wel... Zo desperate ben ik niet. Schiet even op, dan lopen we samen. Ja, dit komt goed uit. Wat moeten deze met z'n tweeën doen dan? Ja, we zijn wel heel ver weg. Het is die andere. Het is wel ver weg. Ik denk al, wat ga je nou doen? Oké, oeps. Ik hoor echt Ron van de andere kamer. Alsjeblieft, laat me met rust. Arme Ron. Hallo. Shannon. Hallo. Huh? Rory, hoe was het? Jongens, ik ga nu in mijn eentje electrical in. Succes. Nee, wacht. Oké, ik moet er ook zijn. Loop met hem mee dan. Ik moet nog helemaal rechts in navigation zijn. Erwin, waar moet jij nog heen? Electrical, storage, shield. Die is hier niet trouwens. Ik moet nog naar een... Wat? Was Ronald niet? Ja, Ron is er niet en Ronald. Ron en Ronald zijn er niet. Oh god. Oké, ik moet naar rechts helemaal. Ja, ik moet eigenlijk ook naar rechts. Oh. De deur is dicht hierboven. Ron zijn echt met z'n tweeën ergens... Ja, Ron en Ronald zijn echt een tikkertje aan het spelen. Ik snap niet wat er gebeurt. Ik ben klaar met... Oh nee, ik moet rechts nog eentje. Oh shit, ik moet één ding. Sick. Gewoon even boeien. Boeien. Maakt niet uit. Ik moet nog één taskie, joh. Hey. Nou, ben ik met Ronald de hele tijd geweest. Nou, ja, maar ik dacht, weet je wat, er gebeurt niet zoveel. Ik knop even, dan wordt alles weer gereset. En dan kunnen we weer even een taskie doen. Dat is een beetje raar, Okke. Hou op, Erwin. Ga me niet voor de bus gooien nu. Straks denk Ron dat ik echt de imposter ben. Dat wil ik niet. Dan word je eruit gestemd. Ja, maar misschien ben je het ook wel gewoon. Nee, precies, nee, precies. Okay. Eindelijk. Nee. Bij deze, het is Siri. Nee. En Siri en Ronald. Siri hapt altijd heel snel als andere mensen gesust worden als ze imposter is. Ja, ik vind het leuk om even een beetje nog wat meer... Laten we het gewoon aan het orakel vragen. Oh Ron, jongens? Wie denk jij dat het is? Ja, eigenlijk is het... eigenlijk niemand behalve Ronald. Jongens, Ronald. Hello, Ronald. Nee. Jongens, wacht even. Als het Siri wel is, Rudy voucht voor haar. Nee. Dat zeg je verkeerd. Ik zit daar even over. Jij zit de hele tijd op te sussen, joh. Ik weet niet of je door. Ik vertrouw Rudy. Ron, ik heb je zo vaak geholpen. Ja. Ik heb deze hele ronde echt met Joost en zo lopen knuffelen. Ja, we hebben wel veel geknuffeld, ja. Er is ook niks gebeurd. Het is wel leuk om een beetje... Ik skip.
Een beetje pit in de ronde gooien en het eruit. Oh. Oh. Ronald, dat ging er bijna. Elke ronde krijgt Ronald een stem meer, hè? Dus dat valt wel op. Nou, als iemand butten, dan heeft hij 4 stemmen. Ja, dat is wel waar. Juist. Hey Ronald. Dat is goed, Joost. Die heb ik echt. Hoe heb je Ronald? Hoe heb je lekker rondgestapt, jongen? Nee, ik hielp hem gewoon continu. 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 Ik heb die grote hersenen nodig samen met Okke. Weet je, we staan boven in die pielers, weet je wel. Wie denken jullie dat het is? Waarom denk je dat Siri het is? Jongens, jullie staan laag, maar gewoon luskaart. Paniek! In een confetti verkeer. Ronde ging gewoon een compleet een andere kant op. Wij zijn een stel mieren. Ronde is tenminste een echte... Ja, hij is een klotse man. Wij zijn part of the hive mind. Beetje zus. Ik moet mijn Among Us tierlist denk ik aanpassen. Ik ben een aparte categorie voor Ron. Voor Ron, ja. Gewoon een Ronlist. De Ron 10.000 IQ. Ik ga even mijn garbage testen in mijn storage. Dat is mijn laatste en dan heb ik al mijn task af. Sick. Ron! Hey, zijn jullie nou weer samen? Ik haal hem bij me weg. Take me home. Ronald weer gelijk. Hoe hebben we het geklutst, Ronald? Hoe hebben we het geklutst? Net bezig met reporten, maar gast, ik denk echt deze game is over, want we waren zo traag en alle tasks waren gedaan en op het laatste moment hebben we hem gepakt.